Nou, dit is dus de kluis. Dat was een hele grote metalen deur en dan zat daar een kamertje achter met stellages. En op en top netjes alles neergezet, gestructureerd. Daar stonden cameratassen, maar daar stond ook het archief van Frans Buren stond daar en als een meesterwerk. Daar moesten wij dus onze camera vandaan halen. En het belangrijkste ook weer terugzetten zoals we hem gepakt hadden. Want als wij ook maar iets anders hadden gedaan aan die cameratas dan zoals we hem gepakt hadden, dan waren de rapen gaar. Krijgt hij nou op z'n donder? Ja, voor me, ik denk het wel. Reden van langs. Ja. Ja, dat is belangrijk. Dat als je iets gebruikt hebt, dat je het in dezelfde staat weer terugzet. Ik denk wel dat het gelijk moet, hoor. Dat gaat over elk schroefje. Je moet precies zijn. Ik kan een batterij geloof ik in de tas laten zitten, als ik me goed herinner. En toen heb ik een ongelooflijke uitbrander gehad. Als jij een keer een koptelefoon van een andere set pakt en hij komt daar dan achter dat jij dat hebt gedaan, dan zegt hij dat. Heb jij die koptelefoon gepakt? Die koptelefoon hoort bij die set. Op een iets andere toon. Belachelijk. Schandalig wat jij hier uitvoert. Heel erg op de man. En wie is de dader van dit onheil? Dus het is uw schuld eigenlijk. En dat komt door deze meneer. Dat is Jacco's een foutje. Die hele pijp moet verplaatst worden. De hele moet verbouwd worden. Ja, en het is Jacco's een foutje, zegt u. En dat grijze pijpje in de badkamer, heeft Jacco dat ook gedaan? Dat denk ik wel, ja. Die Jacco is toch een... Die moet misschien een ander vak gaan zoeken. Hè? Kan je Jacco wel op zo'n werk als dit laten werken? Want hij maakt fout op fout, begrijp ik. Oh, en waar baseert u dat op, als vraag? Op observatie van de resultaat. Dat moet vooral met de koffiekopjes en zo. Dat moet allemaal heel precies en zo. Je schrikt je kapot als je een keer vergeet iets af te wassen of je auto verkeerd parkeert of weet ik veel. En niet krummelen over in het toetsenbord, hè? Ja. Gaat dat er zo los in de container? Ja, eventjes nu wel. Huh? Moet het niet in een doos? Zit toch in een doosje? Ja, maar dat is een open doos. Hey Frank, als ik nou kijk naar die spijkers hier, hè? Ja. Je moet die spijkers namelijk gewoon in het hout slaan, hè? Ja, maar we doen ook wel eens controleren van of hij het wel doet, het spijkerapparaat. Dan moet je wel eens expres naslaan. Dan kan je zien dat er echt een spijker uitkomt. Ja, maar ik geloof het niet. Nee. Maar daarboven is het nog niet helemaal... Dinsdag. Ja. Mag je erop slaan met een hamer op de plastic? Nou, we gaan de naam of een tang erbij pakken. Dat schoolse, ik denk dat ik dat moeilijk vond. Ja. En dat afstraffen. Dat iemand komt en die komt dan 10 minuten te laat en dat Frans zegt van, ga maar weer naar huis, je hoeft nooit meer terug te komen. Nou ja, bot, niet omvloerst of niet tactvol. Komt het door jouw omvang dat die keuken te klein is? Nee, als oma dit ziet allemaal, dan... Dan komt ze in een spontane depressie terecht, denk ik. Ik denk dat ze dan ter plaatse sterft. Ja. Zet u? Waar is uw vrouw? Mijn vrouw staat hiernaast. Is dit uw vrouw? Nee, jammer. Maar dat. En dan kwam het nog wel eens voor in het team dat hij erbij kwam zitten. En dan ging de tik op de spatiebalk het filmpje lopen. En eigenlijk na een seconde of 10, 20 was daar weer een tik op de spatiebalk en de tekst. Waarom moet ik hier naar kijken? Dat is helemaal niks, zegt hij dan. Dat is dan ook zo. Ja. En dan zat je dan. Was die weer weg? Maar ja, als je zoveel eisen stelt aan iemand anders, wat heb je dan zelf te bieden? Maar dan is het wel weer aan jou om ervoor te knokken dat je erachter komt... waar het dan om gaat, wat er dan niet goed gaat en wat er dan fout gaat. En als ik voor mezelf spreek, is dat voor mij een ongelooflijke leerschool geweest. Ja, in het begin was jij wel wat strenger. Maar het was zeker nodig. Deed je dingen fout en zo, ja, waarschijnlijk. En dan, als je dingen fout doet, dan zeg ik dat ook, toch? Ja. Ja. En daar schrik je dan van. Ja. Dat snap ik ook wel, maar ja, dan maar even schrikken.
Let op die schaduw, hè, want die... We waren even op die targets. En je moet op... En eigenlijk het ergste was dat ik me dan schaamde voor die mensen. Want dan stopte die het hele filmproces, hè, terwijl die inmiddels in een interview zat. Van de privékant? Oh. Ja, ik krijg echt die schaduw over zijn gezicht. Ja. Ik weet ook niet of dat wel een goede vraag was. Wat? Zullen we hem wat langer maken? Misschien dat je dan... Nee. Wordt het alleen nog maar... Ja, soms, soms is het toch een beetje ingewikkeld. Maar we komen er wel uit. Zal ik eens een vraag stellen? Ja. Volgens mij heeft hij een soort idee dat je dus als je alles maar zorgvuldig genoeg doet, dat er dan dus niks mis kan gaan. Ja, dit is weer zo'n raar, onvolwassen idee van mijn vader. En als er iets misgaat, komt het ook doordat je onzorgvuldig bent geweest? Ja, dat klopt wel. Hij heeft ook wel eens gezegd, weet ik ook nog, had ik een haar bijvoorbeeld hier op mijn schouder zitten, of een paar, en die gooide ik dan op de grond. En toen zei hij, wat doe je nou? Je gooit haar op de grond. Dan zei ik van, nou Frans, nu moet je echt ophouden, want het slaat nergens op. Hij is altijd bezig met... te zorgen dat kleine dingen die misgaan, dat die weer goed gaan. En dingen die kapot zijn, dat die weer hersteld worden. En controleren of de batterijen vol zijn, of het allemaal op de goede plek staat. Ja, hij geldt wel heel erg op zijn spulletjes. En het liefst heeft hij de allernieuwste spullen. En heel veel ook. Vindt hij leuk. Ook om te laten zien en om het te laten zien hoe dat dan werkt. En dat hij dat weer nieuw heeft. Ja, wat dat betreft is het een enorme spullenbaas. Een bakbeest, hè? Ja? Toch? Voor iets wat je niet op je schouder kan leggen. Dat je geacht wordt in je hand te houden, is het wel een bakbeest, ja. Ik heb toch liever een camera die op de schouder ligt, hoor. Ja, dat ben je gewend, hè? Nou, ik ben niet alleen gewend, het is gewoon veel stabieler. Ik ga nu dus eventjes een tijdje Fly on the Wall filmen, hè? Een Fly on the Wall, die praat natuurlijk niet, hè? Die houdt zich heel erg op de achtergrond. Die moet ik dan vergeten, hè? De Fly, dan moet ik jou vergeten, dan ben je de Fly on the Wall. Ik vind dat zo'n onzin techniek die sommige documentairemakers toepassen. En we staan te wachten tot er iets gebeurt als een soort, ja, als een soort lui paard wat dan op zijn prooi springt als hij zijn zwakste momenten heeft. En ja, dat is niet mijn methode. Dus, Ja, je bent toch ook wel geïnteresseerd in zwakste momenten. Maar dat deed het jou geen verdriet, want je vertelt dat zo nuchter. Verwacht je nog dat jullie nog een paar crisissen zullen doormaken? Ja. Heb je groot verdriet? Maar goed, als jij op zoek bent naar zwakkere momenten, be my guest, kan mij verder niet schelen. René. Ja, hallo, met David de Jong van de film over Frans. Ja. Ik zou nog even bellen. Ja, dat klopt, ja. Heeft u er nog over nagedacht? Ja, zeker. Ja hoor, maar daarin blijf ik toch dat ik eigenlijk er helemaal verder niks voor voel. Ik zou je nog voorbeelden geven hoe wij als familie met elkaar omgaan. Mijn moeder is op een gegeven moment naar een verpleeghuis gegaan. En zonder dat ik iets wist, is door mijn broer en mijn zuster het huis helemaal leeggehaald. Mijn zus en ik hadden geen contact met hem. Met mijn moeder had hij heel expliciet gebroken. Hij liet nooit meer wat van zich horen. Hij was er gewoon uitgestapt. En de tweede, mijn moeder is overleden en daar is een rouwkaart gemaakt.
En daar stond mijn zuster op en daar stond mijn broer op en voor de rest helemaal niemand. Ja, moet hij dan op een rouwadvertentie opeens opduiken? Ja, en kennelijk had hij dat wel gewild, anders onthoudt hij dat niet. Ja, maar had hij dus er even moeten melden. Ja, maar het was toch ook zo zijn moeder, zegt hij dan weer? Nou, dan kan hij toch zelf een advertentie zetten. U heeft Frans al hoe lang niet gezien? Nou, misschien 20 jaar wel. Maar zou u hem nog eens willen zien? Nou, we moeten luisteren. Waarom eigenlijk? We wonen in principe vlak bij elkaar. En ja, hij heeft ook verder nooit enige moeite of interesse getoond in mij. Dus ik denk niet dat dat iets is wat hem interesseert. Nou, bent u ook ziek geweest? Ja, ik heb kanker gehad, ja. En... Ja. Heeft u in die tijd wel ook aan hun gedacht? Aan uw zus en uw broer? Nou, het is mijn zuster via medegedeeld, maar ik heb nooit iets van haar vernomen. En ik neem aan dat mijn broer dat ook heeft geweten. Waarom heb je me niet even gebeld toen? Ja, dat zou toch wel bizar zijn. Dat ik 20 jaar niet bel en dat als ik kanker heb, dat ik dan wel bel. Dus, en ook daar heb ik nooit iets verder van. En ik ga niet bellen van, ja, met je jongste broertje en ik ben nu ziek, ik heb kanker of zo. Zo werkt dat niet. Maar ja, heeft hij ook niet gebeld dat hij kanker heeft? Had hij ook kunnen doen. Ja. Kijk, het zegt al genoeg als je moeder doodgaat dat je je jongste broer niet eens op een rouwkaart zet. Dat zegt al genoeg over de hele familie, dus... Maar als je het niet erg vindt, wil ik dit nu afsluiten. En ik wens je het allerbeste met je film, maar ik doe dus verder niet mee. Maar stel dat hij doodgaat, ga je dan wel naar zijn begrafenis? Nee, dat zou ook idioot zijn. Om niet naar hem toe te gaan als hij leeft en wel naar hem toe te gaan als hij dood is. Nee. Als hij doodgaat, ben jij er niet bij zijn begrafenis? Nee. Ja, je presenteert het vrij cool en vrij... Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Maar misschien is het dat ook voor jou. Dat hij doodgaat? Nee, dat zal me wel beroeren natuurlijk. En dat hij kanker heeft, dat heeft me ook beroerd, ja. Dat, toch wel? Ja, tuurlijk, ja. Hij is vlak naast je broertje, want. Dat is toch lekker? Ja. Je schoonzuster waar je goed mee kan opschieten. Hoe krijg je voor elkaar? Ik weet dat hij in Amsterdam-Noord woont en... Dat ik daar, ik doe altijd boodschappen in Amsterdam-Noord en op een dag kom ik hem daar tegen. En dan is het van, hey, hallo, hey, dat is lang geleden. Ja. Zullen we gewoon weer eens wat afspreken, bijvoorbeeld? Hij zei eigenlijk nooit iets. Hij kletste niet uit zichzelf. Hij vraagt niet zo heel veel. Ik ben niet zo'n babbelaar. Echt als je 4 uur lang naast elkaar zit en niks zegt. Ja, als er niks te zeggen is, dan hoeft er voor mij ook niks gezegd te worden. Hij wil wel praten, als je er maar naar vraagt. Vindt hij leuk. Hij vindt vertellen leuk. Nou, vind ik het leuk. Ik hou ook niet van mensen die zomaar de hele tijd doorbabbelen. En vroeger vroeg hij ook niet zo heel veel aan mij, maar tegenwoordig wel hoor. Vraagt hij hoe mijn weekend was en hoe het met Mark gaat. Of... Nieuwe schoenen. Ja. Ja? Een nieuwe tas. Nieuwe tas? Ja, en er schijnen geruchten gaan dat wij heel weinig spreken onderweg. Daar heb ik nooit eigenlijk iets van gemerkt. Hallo. Ja, ik word nu geacht het festival te openen en ik heb hier een speech, die ga ik nu even voorlezen. Ik vind het wel leuk dat we toch wel een redelijk volle zaal hebben. Afgewezen worden is niet prettig, om het maar zachtjes uit te drukken. Afgewezen worden door een van je ouders of door medeleerlingen op school
of door iemand waarvan je veel houdt, of door je chef of het werk, waar dan ook. Een afwijzing is al snel een traumatische ervaring. Toen ik zelf ooit de keuze maakte om filmmaker te worden, had ik er geen idee van dat de afwijzing zo'n belangrijk aspect van mijn leven zou worden. Een gevoel van miskenning speelt ook wel een belangrijke rol in mijn bestaan. En daar heb ik eigenlijk mijn hele leven wel toch behoorlijk veel last van gehad. En wanneer is het begonnen? Nou, dat was eigenlijk al heel vroeg op, misschien wel op de kleuterschool, hoewel ik me dat niet helemaal herinner, maar het was zeker op de lagere school of zo. Helemaal op de middelbare school. Mijn programma's worden echt meestal zo rondom het nachtelijk uur geprogrammeerd. En ik heb nog nooit een prijs gehad. Kijk, net in een van die mappen. Het lijkt dat je voor 3 landenpunten een prijs hebt gehad. Dat is het enige. In 73. Dus hij voelde zich echt wel miskend ook. Ja, ja. Nee, ik ben iemand, een figuur in de marge. Ik vind heel veel van wat ik en wat we samen maken met mijn collega's, vind ik heel erg de moeite waard. En dan hoopt u dat u daarom gewaardeerd wordt? Dat vind ik echt vaak wel meesterwerkjes. Het leidt een beetje een zelfoverschatting. Ja, dat deed Van Gogh ook en Rembrandt ook. En noem maar een paar willekeurige voorbeelden. Dus voelt u zich een beetje verwant met Vincent van Gogh? Dus je vergelijkt jezelf met Picasso en Mozart? Ik word nu ingedeeld bij de documentaire school van de VPRO, maar eigenlijk zat mijn eerste film daar wel een beetje voor. Alle mensen die ooit deel uitmaakte van de 1-2-3-groep vinden zich wel in meerdere en minder mate genieën, ja. Maar ja, wacht even, ik had het over jou. Ja, en ja, daar heb ik ook wel iets van, ja. Ja. Het arrogante zit er eigenlijk meer in dat er iets verborgen is achter zit van dat je de recht op hebt, dat je eigenlijk een geweldig iemand bent, ja. Terwijl je maar een gewone mens bent. Ja. Nou ben je uitgenodigd om bij het ITVA een heel programma samen te stellen. Als eerste Nederlander na Bert Haanstra en Johan van der Keuken. Derde Nederlander, ja. Nou, dat vind ik dan eindelijk een beetje gerechtigheid. Want daar wil ik me wel mee spiegelen, met die talenten. Maar goed. Ik moet nu met dit voorbeeld aankomen van erkenning. En jij noemt het niet. Nee. Met andere woorden. Het is net gebeurd. Met andere woorden, waar leg je de nadruk op? Daar gaat het eigenlijk om. Nou, kijk, voor de. Ik vind het hartstikke leuk en ook belangrijk, zo'n retrospectieve op het ITVA. Ik ben er ook heel blij mee. Maar. Dat neemt niet weg dat ik toch grote moeite heb om mijn organisatietje, mijn bedrijfje intact te houden. Omdat het gewoon zo volstrekt onmogelijk is om nieuwe programma's van de grond te krijgen in de constructie van Hilversum zoals die nu is. Nou, het is een dwingeland als het gaat om zijn eigen krachtige opvatting over waarom Hilversum niet deugt en de televisie naar de kloten gaat. En dan is hij heel streng in. Het zit hem bijvoorbeeld in het feit dat hij niet rechtstreeks tegen mij zal zeggen wat hij tegen mij heeft. Maar bij wijze van spreken wel in een interview ineens iets roept over die omroep of de netcoördinator of wat dan ook. En dan bel ik hem op en dan zeg ik, Frans, waarom zeg je me dat niet gewoon rechtstreeks? Dan kan ik je vertellen dat het niet zo is, of dan kunnen we het in ieder geval uitspreken. En dan spreken we het ook uit. Er zijn zoveel instanties die zich inhoudelijk met jouw product bemoeien. Programma-ideeën moet je niet alleen aan omroepen zien te verkopen. Als de omroep dat dan omarmd heeft, zo'n voorstel, krijg je te maken met de mening van de netcoördinator.
En die mag zeggen of hij dat voorstel wil hebben of niet. En dat is heel moeilijk, want we hebben nu twee keer meegemaakt dat een omroep, in dit geval de VPRO, het een leuk plan vond waar ik mee kwam. En dat de netcoördinators zijn, ik vind er niks aan, dus we doen het niet. En dat we dat dan bijvoorbeeld terugkrijgen met de opmerking van, nou, de netmanager denkt dat de research te moeilijk is. Ja, dat is dus echt om woest van te worden. Dus daar heb ik eens een keertje een paar woorden aan gewijd toen ik werd opgebeld door de Volkskrant. Na dat interview was de netcoördinator. Het is duivels. Mijn eerste reactie is, dat moet je niet doen. Dat is onverstandig en zelf zou ik het niet zo snel doen. Contactpersoon met de NCV belde mij op van, nou, dat had je niet moeten doen. En de netcoördinator is heel erg boos en... hij heeft gezegd, ja, met die brometten is het ook mee afgelopen. Waardoor het ineens een heel wat wordt. En waardoor dan pas eigenlijk een situatie ontstaat die hij eigenlijk zelf oproept. Die heeft toen op een gegeven moment tegen de NCV gezegd van, ja, met deze man wil ik niks meer te maken hebben. Ze zegt, nou, ik zou contact met hem opnemen om dat eens even uit te praten. Want ja, dat is niet goed. Hij heeft er weer in moeten binden, hij heeft een gesprek. Is hij aangegaan met de netcoördinator na het interview, waarin hij ook uitgelegd heeft dat het niet, hè, dat het misschien wel, dat hij met een aantal dingen zit, maar dat het niet rechtstreeks op de man gespeeld had moeten worden. Aha, dus hij heeft inmiddels een gesprek gehad? Hij heeft over een paar dagen een gesprek. Nou, toen heb ik zijn mobiele nummer gekregen, heb hem opgebeld. Heb toen een afspraak met hem kunnen maken, wat daarvoor nooit lukte, want als ik wel eens probeerde om contact met hem op te nemen, dan zeiden, ik praat niet met buitenproducenten, want mensen zoals ik worden buitenproducenten genoemd, omdat we geen omroep zijn. Maar het blijkt elke keer dat het werkt, als hij dat doet. Hij gaat gewoon heel hard roepen en mensen voelen zich toch aangesproken. En die zijn in ieder geval met hem altijd bereid om dan met hem in gesprek te gaan. Dus uiteindelijk levert het altijd wat op. Dus flink... Het is gewoon een hele goede tactiek. Flink kankeren? Ja. Dat werkt nooit averechts? Nou, bij hem niet. Nou ja, nu in dit geval zwichtte hij voor mijn verzoek om een gesprekje te hebben. En toen heb ik een gesprek met hem gehad en toen heeft hij uitgelegd hoe zij werkte en hoe dat dan allemaal gaat en waarom dat dan allemaal zo gaat. En, nou, dat heb ik geduldig aangehoord en ook wel een zekere mate van begrip daarvoor gekregen. En ja, dat was het. Maar daarna zijn er weer voorstellen in de prullenmand beland via de netcoördinator. Dus het heeft verder niks opgeleverd. Door die Lennart van der Meulen. Ja. Er is geen netcoördinator die de boze man aan de top die het allemaal niet wil. Hij vindt het losers en leugenaren. En daar heeft hij natuurlijk ook zonder meer gelijk. Hij heeft gelijk daarin. Want dat zijn natuurlijk boeven. Ja. En er zijn een paar mensen die dat dan niet doen. Ja, en dat zijn ook mensen waar hij dan mee contact houdt. Ondanks dat er natuurlijk wel een kern van waarheid zit. Ik bedoel, het is natuurlijk zo dat de wereld niet klaar... Hij zou het liefst gewoon natuurlijk een eigen zender willen hebben. Met 24 uur bromet. En ja, zo is het niet. Bijvoorbeeld in jouw geval. Die film die je over mij maakt. Heeft de netcoördinator daar ook zijn fiat aan moeten geven. Jij... Ja. Jij hebt een omroep moeten zoeken, jij hebt subsidie moeten zoeken, een subsidie geven en je hebt een netcoördinator mee moeten krijgen. Drie beslissende instanties. Het is je gelukt en het heeft je wel jaren gekost, maar zo moeilijk is het dus. Ja. Maar wat me dan bijvoorbeeld verbaast is, je hebt een kookhobby. Ik vertel dat ik een videolog heb, dat heet Veggie Vlog, over vegetarisch koken. Daar heb ik hier nooit meer over gehoord. Nee. Ik ben er ook nooit wezen kijken. Ja, waarom dan niet? Ja, jongen, er zijn gewoon duizend dingen die ik elke dag moet doen. En dan staat Veggie Vlog echt niet hoog op mijn lijstje van wat ik moet doen. En het is ook zo dat als jij dat vertelt... Ja, dat vind ik dat wel interessant en dan denk ik van, ja, moet toch eens kijken. Maar dat denk ik dan daarna eigenlijk nooit meer aan. Nee.
Samen naam op, hè? Ja. Ja, in de We zitten hier, David, omdat dit is de opening van het jaar van het religieus erfgoed. Het jaar van het religieus erfgoed. En daar spelen wij ook een rolletje in. Omdat we die film gemaakt hebben over die kerken die te koop zijn in Weesp. En naar het schijnt worden daar ook stukjes van vertoond hier in deze openingsbijeenkomst. Dat is het eigenlijk. Leuk, hè? Ben je trots? Ook daar heb ik 22 jaar lang voor hetzelfde gepleit. Mensen liepen gewoon de zaal uit onder de motto: hij begint er toch niet weer over. En het vervelende is, voorzitter, en dat raakt mij nog eigenlijk het meest bij uw uitnodiging, dat ik mij inderdaad in de 22 jaar weinig heb uitgezocht. En de tweede, daar is het een beetje langdradig, deze bijeenkomst. Kijkt u naar een kort gedeelte uit de kerk te koop, uitgezonden straks door het document van de NCRV. Wanneer ik als kind met mijn vader langs een kerk liep, kon hij het nooit nalaten om te roepen: ik kom niet in verdachte huizen. Hem zou het deugd doen om te horen dat het slecht gaat met de meeste kerken. Heb je al een shot van de film in de kerk? Dat deed me meer, moet ik zeggen. U bent ook zeg maar de chef verkoop van deze kerk, hè? Ja, ik ben toch wel verkoop, ja. Ik ga niet vijzen. En zijn er ook nog bedrijven die u absoluut niet in de kerk zou willen zien? Ja, we hebben één bewust in de brochure staan van dat is niet toegestaan. En dat is een seksbedrijf, dat wel een daaraan gerelateerd bedrijf. Een seksbedrijf mag hier niet inkomen? Dat mag hier niet inkomen. Wat ons betreft niet. Waarom niet? Vinden wij het toch niet passen bij de karakter van de kerk. Klinkt wel. Ja, dat is wat voor mensen. Dat was leuk, hè? Heb je het een beetje erop staan? Dit is de kerstborrel. Dit is het einde van de kerstborrel waar je nu bent. Vind je dat leuk, zoiets? Ja. Zo'n kerstborrel? Heel erg leuk. Ik vind het gezellig om even zo een beetje te chatten met iedereen. Stilte in. Frans, wil je een pilsje? Nou, geef me een glaasje wijn, want die... Ja, maar die wijn is namelijk, die zitten zij te drinken. Ja, maar die wil ik ook wel drinken, dat is topwijn. Nou, dat heb je nu. Ik kook elke dag. Sorry? Dit wordt pasta met broccoli en anchovies. Speciaal voor jou, omdat je vegetariër bent. Je kunt de anderen dan ook eventueel van mee eten. Kook je vaak? Elke dag. Elke dag? Elke dag, ja. Hoe vind je er tijd voor dan? Nou, als ik thuis kom, begin ik te koken. En ik doe meestal op zaterdag doe ik boodschappen. En dan kook ik een groot deel van de week van die boodschappen. En Anita? Anita kookt weinig. Die heeft vroeger veel gekookt, maar op een gegeven moment heb ik dat overgenomen. Hoe kwam dat? Nou, toen ging zij, toen waren onze kinderen al wat groter geworden en toen ging zij figuratie doen bij een speelfilm.
En ja, dat was ook zo, maakte ze ook zulke lange dagen dat ik gewoon voor de kinderen ging koken toen in die tijd. En dat deed ik daarvoor nooit en ik vond het zo leuk dat ik het gewoon ben blijven doen. Ik heb geen opleiding gehad hoor, dus als ik iets niet volgens de regels doe, dan komt het daardoor. Wat voor mes gebruik je? Een mes van fabrikaat Victorinox. Dat is een Zwitserse fabriek. Meestal als we op vakantie in Noord-Italië gaan, brengen wij een bezoekje aan de winkel van de Victorinox fabrieken. En dan kopen we weer wat. Maar wat is er bijzonder aan dit mes? Het is super scherp en het blijft super scherp. Het is verder een mesje van niks. Plastic handvat. Maar het is verschrikkelijk scherp en het blijft een eeuwige dagen scherp. Ik zou graag ook een koopprogramma maken. Maar ja, ik heb net vandaag weer een afwijzing gehad van de VPRO voor een voorstel voor een koopprogramma. Want ze vonden het niet VPRO-achtig genoeg. Ik weet nog niet wat ik ga maken. Ik begin nu met de broccoli met anchovies. Ja. En daar heb ik die kleine schelpjes voor nodig die ik jou in je mandje heb gedaan net. Ja, maar dus je doet niks met die kip of dat ding? Dat weet ik nog niet. Ja. Ik kan niet alles tegelijk. Het is een onverwachte maaltijd en het is improviseren. Oké. En moet er kaas komen hiervoor? Nee. Peterselie. Oh, schelpjes. Peterselie. Ja, Anita die wil pesto, maar dat haal ik deze keer gewoon uit een potje hoor. Ja, je hebt geen verse basilicum ook. Nee, dat heb ik niet. Dat moet je echt speciaal kopen, basilicum. Ja. Dat kan je ook maar heel kort bewaren. Moet er nog peterselie uit die kast gehaald worden? Ja? Ja. Zo koud. Zal ik het even doen? Moet je wel je jas aantrekken. En een zak lantaarn meenemen, anders zie je niet. Nou, ik weet wel waar de peterselie staat. Maar kijk. Ja. Die pepertjes die liggen hier nog? Oh, goed dat je het zegt. Ik heb eigenlijk een pepertje gezien. Nee. Waar is die knoflook voor? Zo, voor hetzelfde gerecht. Je vindt het ook meteen. Die broccoli met anchovies, dat is ook met... in de Italiaanse keuken heb je vaak de combinatie anchovies, knoflook en peterselie. Je hebt ook een lekkere pastasaus met die drie dingen. En olijfolie. Nou, hier, dit is eigenlijk ook hetzelfde basisrecept, maar daar komen dan nog de broccoli roosjes komen erbij. Ken je dat niet? Als kok moet je dat toch kennen? Dat is een klassiek Italiaans gerecht. Olijfolie altijd. Virgin of extra virgin? Extra virgin. Ik heb altijd wat anders hoor. Nu heb ik deze gebruikt. Ik heb ook deze. En Anita die houdt erg van deze. Maar die is heel duur. Ja. Komt door het goudpapier. Nee, maar dat komt. Wat voor pasta is dat? Orecchiette. Dat zijn... En welk merk? De Secco.
Dit vind ik wel een goed merk. De Checo. Ja. Kijk, pestosaus is in principe basilicum, knoflook, olie en kaas. En pijnpitten. Maar die fabrikanten die gaan er altijd mee knoeien. Dus wat zit erin? Hier, olijfolie, dat klopt. Basilicum, dat is ook goed. Maar er zitten cashewnoten in. Want die pinolies noten, die zijn duurder. Er zit dus geen kaas in, dat moet ik even toevoegen. Je gaat nu eigen kaas toevoegen. Ja, dat is dan geen Italiaanse kaas, maar oude Hollandse kaas. Gaat heel goed hoor. Ik had eigenlijk zo af moeten gieten voor de camera. Ja. Dat is de kaas. Waar is die televisie voor? Achter je? Kan ik tv kijken tijdens het koken? Dat is, heb je daar wel tijd voor tijdens het koken? Ja, juist. Kijk, want de meeste programma's op televisie zijn zo slecht. Dat je er niet naar hoeft te kijken om ze toch te kunnen volgen. Dit scherm wil ik helemaal niet hebben, maar dat komt steeds. Het is gewoon een slecht apparaat. Dat komt niet door jou? Nee. Moet je niet roeren? Dank je. Moet er nog rode wijn komen, niet? Ik zou niet weten waar ik het vandaan moest halen. Van de Noord? Ik weet niet hoe het pand in moet komen en zo. Nee. Of heb je het niet afgesloten? Jawel. Kom maar aan tafel. Kunnen. Ja. Olivia, ga zitten. Sil, kom op. Was er niet aan? Riekes. We hebben hier broccoli met anchovies, dat is pesto, niet zelf gemaakt, en dit is bolognese. Dus wie wil? David eet dit. Jongens, begin hoor. Merci. Ja, met pasta mag je altijd beginnen. Hé, hey, het zijn... Het is makkelijk. Proost. Hoe heet het ook alweer? Oreggi. Oreggetti. Oreggi. Wortjes, denk ik. Wat denken jullie? Van de kweker. Ja. Volgens mij dan... Wil iemand dit nog? Nee, Rikus is weer aan. Nee, maar er is meer. Er is nog meer. En ik maak ook nog meer, hoor. Als je lamsschouder wil hebben, moet je even wachten. Ja, de lamsschouder kan doorkomen. Met gebakken aardappeltjes? Gebakken aardappeltjes en spruitjes. Je moet er maar voor voelen om zondag aan het werk te zijn. Voor zo'n documentaire. Ja, hoor. Nou ja, nu is er ook nog brood. Nou, moet je kijken, dit heb ik allemaal al uit de bak gepakt. Dat is nog niet beschimmeld. Ron heeft ook een beetje een soort van camper achter iets. Jij niet een boterhammetje eten, David? Ja, zo. Het, hè? Is altijd, als je etende mensen wil filmen, dan schiet je eigen eten er altijd weer in. Goed, dat is leuk. Ben je zenuwachtig? Ja. Oeh, heel goed. Heel goed, zegt ze. Waarom ben je zenuwachtig? Nou, weet ik niet. Ik had je pad gehad? Ja. Ja. Ja, ik vind het wel spannend.
Als ik een nieuwe productie ga doen, ben ik ook wel zenuwachtig. De eerste keer. Ja, dat hoort er denk ik wel een beetje bij. Maar je weet ook niet wat je aantrekt. Nee. Je persoon alleen aan de telefoon gehad. En je denkt toch altijd van, kan ik het wel? Ja. Toch? Ja. Dat heb ik ook, hoor. Oh, dat scheelt. Maar al die jaren nog? Prettig gevoel. Ja. Maar al die jaren nog? Ja. Daarna niet meer, na de eerste keer. Nou, de eerste keer heb ik het niet meer. Ja. Denk ik, nou, het lukt wel. Wordt wel wat. Maar ook als je ook tijdens het draaien of alleen het voor? Ja, alleen op weg erheen. Ah, ja, dat kan me wel iets bij voorstellen. Want zo gauw de camera draait, is open. Ja. Alleen het bovenste gedeelte van die... Dat die steun, dat ziet er een beetje gammel uit met de plakband. Nee, dat daarnaast. Dat, ja, dit, ja. Dat plakband. Ja, dat vind ik ook amateuristisch. Dat zou ik niet willen hebben. Nee. Zou ik een kapotje hier. Ja, je moet ook een beetje professioneel overkomen natuurlijk bij je mensen. Waar je filmt. Ja, nou ja. Het is denk ik afgebroken. Nee, hij heeft een modificatie aan verricht. Oh. Want het statief bestaat uit eigenlijk twee statieven van verschillend fabrikaat, waarvan hij er eentje heeft gemaakt. Okay. Ik vind het wel een mooi systeem. Ja. Proberen. En wat is je daar? Bij ook. Een oma die de camper te koop aanmaakt. Heb je ook zo'n eenpoot statief eigenlijk? Ja, kleinkinderen die wel oud zijn. Niet. Wil je geen discussie? Jij wil zelf niet praten met Frans. Ik mag geen vragen stellen. Hij is een vlieg op de muur. Ik stel de vraag. Ben je vlieg op de muur aan het doen? Nee. Daar houden we niet van, hè? Die slaan we meestal dood. Dat is een goeie, ja. Die moet ik nog eens zeggen in de discussie. Behalve als er niet aan is, ja, hè? Dat noemen we het ook. Dat was niet aan tijd niet gezien. Camera erbij. Wie is die meneer dan? Ik dacht, we komen eens een keer met twee camera's. Dat vind ik hartstikke leuk. Dat is David. Nee. Je hoort helemaal niks. Oh, wacht even, hij moet zo staan natuurlijk. Oh, die heb ik. Dat is deze manier. Dus. Dan kan je hem met deze kan je hem opdraaien. Maar het is misschien beter als het in je zak hangt. Oh, zo. Is dat de bedoeling? Is dat de bedoeling dat je hem opneemt zo? Ja? Oké, nou dat gaat goed. Hey, moet er ook er niet bij zijn? Ja. Oh, die krijgt, heb je er ook één? Die krijgt er ook één. Heb je ook één zo'n slangetje? Jij krijgt ook een microfoontje. Ja. Kijk, zoals dat bestand zit, zal ik het ook bij jou doen. Dus dan moet ik even onder je kleren. Zo. Hoe lang doe je dat al bij Frans? Een jaar. Nou, dat geeft toch niks? Zo. Waarom komt hij niet binnen? Gaat het daarin, zonder draadjes. Is het al opgenomen dan? Nee, nog niet. Nu is alles aangesloten en dan kijk je van hoe het geluid moet worden. Wil jij die andere hebben? Als je niet wil hebben, leg je terug in het bakje. Wat je wel wil hebben, doe je hier. Nou, dat is misschien een slecht contactje ergens. En wat zeg je?
Waarom werk je met van die oude zenders? Ja, maar die zenders die zijn prima. En er zitten echt stokoude batterijen van die hele bijzondere, super dure batterijen in? Het zijn normale 9 volt blokjes. Maar die zenders moet je na twee uur moeten die batterij alweer vervangen worden. Ja, en nou in? Terwijl mijn zenders gaan 2 draaidagen mee of zo. Ja, maar mijn zenders hebben veel grotere frequentieomvang dan jouw zendertje. Jouw zenders kappen al het hoog en al het laag af en je krijgt een soort telefoonstem erin. Nu doet hij het weer niet. Dus dan kan het ook nog zijn dat hier dit batterijtje ellende geeft. Dus ondanks het feit dat ze dan misschien qua batterijen minder zuinig zijn dan jouw zenders, prefereer ik ze toch echt wel boven jouw nieuwe zendertjes. Maar het wil niet echt lekker met die. Met die? Met die zenders. Hij deed het wel eventjes. Nou. Batterijen, je hebt ook nog dure. Het batterijtje kost toch wel €2. Dit werkt gewoon goed. Moet hij doen nou? Hij zou het moeten doen, maar hij doet het niet. Er is ergens een iets dat ellende. Ik heb de kabeltjes al verwisseld. Oké. Okay. Nou, nu gaan we een beetje filmen. Nou, doen jullie maar gewoon zoals je normaal ook doet. Ja? Nou, we zijn los van elkaar, hè? Ja. Ik ga wel aan jou kant staan. Ja, blijf maar bij mij een beetje. Sorry. Ja, dat klopt, maar dus jij komt klaar. Maar dit is ook weer nieuw, hoor. Ja, maar daar heeft hij heel veel van. Dus dat deze dingen. Deze moet je daar. Dankjewel. Dankjewel. Vriendelijk. Heel veel plezier. Waar woont u als ik vragen mag? In Oostrot. Bij Eindhoven. Jongen, wat ver weg. Dat kan hij ook goed verkopen. Hij kan goed verkopen. Ja, hij heeft meer verstand van de kaarten dan ik. Ja? Ja, hij leert me wel het van zuster zo. Maar als ik hier alleen moet staan en er zijn mensen, dan weet ik niet hoe ik alles moet verkopen. Nee. Hij wel. Ja, ja. En de kaarten die zijn even totaal gemaakt.
Is het geluid weg? Is je batterij misschien leeg, hè? Ja, is leeg. Moet even een nieuwe batterij. Weet je hoe dat gaat? Ja, het zit alleen in mijn jas. Ja, maar ga je gewoon even wisselen. Batterijen leeg. Van hier? Van haar. Er zijn weer andere batterijen. En het probleem daar was toch een kabeltje van de microfoon. Dus kapot? Nu hebben ze niet, ja, kapot. Of in ieder geval gaat ze iets aan en uit. En nu heeft Rob alleen maar een microfoontje. Een stand niet. Maar is geen probleem, want dan hengelen we dat geluid gewoon. Hoe kwam dat kapot? Nou, dit zijn hele dunne kabeltjes en na zoveel tijd krijg je interne breukjes. Dat is niet te voorkomen. Dan moet je even terug naar de leverancier en die soldeert dan weer een nieuw draadje eraan. Ik zal even helpen met de batterijwissel, want dat heeft ze nog nooit gedaan. Wil ik even behulpzaam zijn erbij? Ja, ja. Die, ja. En ook theezakjes. Theezakjes doen ze ook. We hebben veel aan mensen verkocht voor theezakjes. Nou, ik heb nog wat te zeggen hoor. Heb jij nog wat te zeggen, Stans? Nee, ik heb nog niks te zeggen. Je hebt niks te zeggen, dat geeft toch niet? Nee. Dus, ik kijk even naar jullie handel. Ja, kijk maar hoor. Dat is leuk allemaal, hè? En wat is de winstmarge? Nou, bij mij lekker hoog. Ik zit boven de 50%. Oh ja? Wat zegt hij? Discfull. Nou, moet er een ander schijf in. Zit in het tasje. Ah. Wacht even, we kunnen ook even een oude file wissen. We werken met een andere techniek dan we meestal doen. Even kijken. Hier is enter key. Ja, die moeten we er even afhalen. Andere microfoontechniek. Het geluid nemen we voor een deel op met een apart recordertje. Heel stom systeem. Ja, dat heeft ook zijn eigen batterijtjes en zijn eigen opslag en ja. Dat kost ook weer aandacht. Discfull zegt hij nog steeds. Dat is vreemd. Dan moeten we toch even een ander schijfje halen uit de auto. Weer even naar de auto. Het is wel de dag van de technische problemen. Met je sleuteltje? Nee, het disk is vol gewoon. Ik denk dat je dan moet, hoe heet het, initialiseren het disk. Maar dat kan nu niet, want er staan nog dingen op die we wel nodig hebben. Je weet hoe je hem openmaakt, hè, de auto. En is dit bandje nu al vol? Het was een oud bandje hoor, waar ik al veel meer op gedraaid had. Oh. Dus toen ik begon zat er nog 6 minuten op en nu is het vol. En waarom deed je er geen nieuw bandje in? Als er nog 6 minuten op zit, ga ik geen nieuw bandje op doen. Waarom niet? Dat is verspilling. Hè? Doe jij dat dan wel? Ja, nu word je onderbroken. Dat maakt er niet uit. Okay. Op een gegeven moment is een bandje gewoon vol. Ik krijg een enorme stapel extra bandjes als ik bij elke opnamedag met een nieuw bandje begin. Ja, maar 6 minuten.
Nou, 6 minuten is toch, zo'n bandje duurt een uur, dus dat is 10% van het bandje. Dat is 30 cent. Dat gaat niet om het geld. Ik moet het allemaal opslaan. Ik krijg stapels banden waar maar een klein beetje op staat op die manier. Daar heb ik niks aan. Gooi je dat toch weg na een tijdje? Die oude bandjes, die gooi ik nooit weg. Die bewaar ik. Waarom? Ja, waarom niet? Ze zijn zulke kleine bandjes. Maar ze zijn dus wel klein? Ze zijn wel klein, ja. Ja, je hebt ze toch gezien? Dus je kan er heel veel opslaan? Ja, maar ik wil er niet meer opslaan dan nodig. Oké. Wat kan er nou nog opraken? Ja, dat weet ik ook niet. Nieuw bandje erin. Nieuw schijfje erin. Oké. En wat eten jullie vanavond? Bami. Zelf gemaakt? Nee, van mijn vriendin. Ah. Mijn vriendin die was gisteravond gekomen, want ja. Ik heb haar bami besteld. En dan was ze gisteravond nog gekomen. Ja, ja. Ik zei ja, dat is voor zondagavond. Dat zijn drietjes. Gezellig. Dus vanavond mag je lekker mee eten. Nou, en daar kikt hij op, want hij vindt haar ook een hele gezellige vrouw. Oh ja? Ja, hij is heel gek met haar. Hij heeft wel respect tegenover mij, hoor. Ja, bij mij die wil hij wel boos worden. Maar bij haar? Nee. En gisteren bracht hij zelfs een bloemetje voor haar mee. Oh ja? Ja. Ik wacht er niet, want dan ben ik de geld verbrassen. Wat zegt hij nou allemaal over mij? Hij zegt dat hij van jou geen bloemetje aan jou mag geven. Jawel. Dat je dat zonde van het geld vindt. Oh, nee, dat jokt. Hij heeft het wel gedaan. Ja? Ja, dat heeft hij wel gedaan. Hij zet je een beetje voor gek, hè? Ja, altijd. Altijd? Altijd, ja? Ja, altijd. Ja. Wat ik tegen jou zeg, ik ga toch niet buiten wonen. Oh ja? Ik heb dat tegen jou gezegd. Weet je nog wel? Ja, ja. Nee, eerst. Vraag hun nou even. Wat is dat, Rob? Wat heb je daar? Lekker. Wat heb je daar? Oh, is heerlijk. Lekker. Wat is het? Zoet met kaas. Weet je niet wat dat is? Bonjour met dadels. Ja, met? Met kaas. Lust je dit? Jawel. Ach. Dat had hij vanmorgen klaar gemaakt. Ja. Heb je het zelf gemaakt? Ja. Heb ik het zelf gemaakt. We krijgen vieze handen van. Dat is heerlijk. Dat is lekker. Buurvrouw. Dadel met monsieur. Kom die aanpakken? Nee. Erg lekker.
we zien elkaar zo weer. Ik kijk graag naar de documentaires. Oh ja? Ik vind ze veel te weinig op de televisie, helaas. Ja, mag vind ik ook. Vind ik ook, hoor. Ja, maar ja. Ik als ze er zijn, dan ben ik meestal wel present, hoor. Nou, hartstikke leuk. Ja, heel fijn. Je bent van dezelfde tijd als ik, dus ik heb ook die leuke dingen gezien van bij uw jeugd in de tijd, in die oude straat in Amsterdam. Oh ja? Ja, dat was toch hartstikke leuk. Succes en maak nog mooie dingen. Ja. Goed zo. Ja, ik heb er iets van 1700 die wil ik één keer kwijt. Dus Nee, maar die moet je wel verkopen. Oh, nee, ik wil wel verkopen in één keer ook. Zijn er oude series bij? Okay. Ik denk dat we genoeg hebben. Ja, ik denk wel. Ja. Ja. Wat drinken? Ja, als we ingepakt hebben, wil ik nog wel even drinken. Ja? Nou, is leuk. Even Rob ook voor zijn zendertje omdoen. Laat maar zitten, ik maak het wel los hoor. Het zit met speltjes vast, dus... Die van jou is al af, Stans. Ja. Ja. Veel mensen tegen.